ochtenden echt. Ik heb net gewoon echt, nou, 25 minuten, dus ik weet het ook niet. Goedemorgen, het is dinsdag. Lekker tegenlicht zie ik, maar goed. Even denken, ik ben klaar om Sarah naar school te brengen. Sarah is de laatste ontbijt. Sarah. Leid je maar niet zo af, hap maar even. Ja, pauzehap was al klaar. Net voor jou. Oh, ik heb wel een banaan op. Maar Sarah, je loopt nu rond met je ontbijt. Ik vind je heel lief dat je kunt knuffelen, maar eet. We moeten de fiets op en je moet nog 3 happen of zo. Kom op, je kan het. Ochtenden echt. Ik ben weer thuis. En echt, oh, ik vond het zo zwaar op de fiets vanochtend. Ik weet niet wat het is. Ik heb goed geslapen. Maar ik voel me zo moe vandaag. Koud. Ik ben niet misschien gewoon moe van alles wat ik de afgelopen dagen gedaan heb. Ik heb net gewoon echt, nou, 25 minuten aan de telefoon gezeten met de kapper. Het was 25 nog wat. Maar is het trouwens echt niet. Het was zo'n drama om een afspraak. Ik wilde een afspraak voor mij en Sarah tegelijk. Want dan kunnen ze bij mij verf in mijn haar zetten. Dan Sarah knippen en dan mij. Nou, het was gewoon niet mogelijk. Mijn vaste kapster, Jenny, die werkt maar 2 dagen in de week nog tegenwoordig. En op die dagen, ja, gewoon geen plek meer. Ruim een maand van tevoren. Want ik wil het voor Sarah's verjaardag even verven. Probeer het niet te vaak meer te verven, omdat mijn haar gewoon mooier blijft ervan. Nu heb ik uiteindelijk op de dag dat ik eigenlijk een afspraak wilde, wel in de middag een afspraak voor Sarah. Dat is natuurlijk alleen knippen, niet verven. En nu ga ik zelf 9 dagen eerder. 8. Ja, ik wilde op donderdag en ik ga die week ervoor op woensdag. En daar baal ik wel van, want ja, dan is je kleur natuurlijk niet meer even mooi als dat het zou zijn geweest als je later gaat. Maar er is gewoon geen andere optie. En ik wil het tussendoor niet. Ik ben best wel een tijd niet geweest. Want ik denk, ik wil het even lekker laten groeien. Dus, oh, en daarvoor heb ik echt iets heel leuks gedaan. Ik had de definitieve foto binnen voor Sarah de uitnodiging. Die heb ik gisteravond laat binnengekregen. En ik schrijf natuurlijk zelf altijd de teksten achterop. En die had ik ook klaar. Dus dat heb ik allemaal op de mail gezet naar de jongen die altijd kaartjes drukt. Dus die zijn besteld. En dat vind ik zo leuk. Ik vind het ook nog steeds zo leuk dat we gewoon kaartjes doen. En niet gewoon een groepsapp of een algemene app uit. Ik heb het echt van elk jaar voor daar. En dan wordt het ook zo'n verzameling. En ik vind dat ook zo leuk om dat voor later aan hem mee te geven. En ook overal waar je komt, daar zie je gewoon die kaartjes nog steeds. Echt superveel mensen bewaren ze. En ja, dat vind ik gewoon echt mega leuk. Mijn opa zet bijvoorbeeld elk jaar de nieuwste voor een jaar in een lijstje totdat er een nieuwe komt. Maar ook bij heel veel mensen, die hebben allemaal kaarten op het toilet hangen en noem maar op. Ik kom die kaartjes overal weer tegen en dat vind ik echt superleuk. Dus dan doe je het ook niet voor niets. En sowieso voor haar is het gewoon veel leuker. Ze vindt het nu in ieder geval nog heel erg leuk dat ik het doe. En ze werkt er ook graag aan mee. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb net weer thee gezet, want ondertussen waren we alweer toe aan de volgende bak thee. De dag vliegt echt om. Sarah die lunch vandaag bij Mila, dus ik heb wel redelijk wat tijd daardoor. Maar ik heb ook echt redelijk wat werk nog, ook voor die verjaardagen. Dus ik moet wel even gaan opschieten. Het is alweer tijd om mijn kleine smurf op te gaan halen. Zo, hier kom maar dan. Oké, dat is heel apart. Ik zie een moeder van school. En haar dochtertje zit dus op dezelfde school. Maar die rijdt al met de kleine. Misschien is ze om een reden eerder omgaat. Maar
Ja. Dan heb je echt het gevoel van ben ik dan te laat. Maar ik ging op tijd de deur in. Deze klok staat hetzelfde als dat die thuis staat. Dus het klopt. Maar goed, ik ga Sarah ophalen. Dan breng ik Sarah naar de afspraak gelijk door. Dan ga ik even langs mijn broertje. Dan haal ik Sarah weer op en dan weer naar huis. Dus weer flink heen en weer. En dan kan ik daarna gelijk alweer gaan koken. Dus dan gaat de tijd altijd heel snel. Het is nu 3:10. En dan voor je het weet is het alweer 5:00 geweest. Dit stukje van de dag vliegt altijd echt om. We zijn weer thuis. En inderdaad, kooktijd. Gelijk weer mijn pak gehakt in mijn bakjes doen. Sarah zit weer te Pokémon aan. Die is helemaal in zijn Pokémon momenteel. Die Pokémon fase. Even lekker spitskonsrotel maken. En daar heb ik best wel trek in. Alleen, ik heb echt de camera op de bakjes gezet. Want dat was een mooie standaard. Maar dat is niet handig nu natuurlijk. Ah, dit is zo lekker. En mijn scherm is heel donker. En ik weet niet waarom. Oh, zo leuk. Wat ben ik donker in het scherm. Mijn lens lijkt ook echt heel, heel, heel vies. Kijk dan. Ja, ik maak hem heel erg al schoon, maar het beeld lijkt ook zo donker. Misschien zien jullie dat niet, maar ik weet niet wat er opeens is dat hij zo donker lijkt. Nou, ik ga er zo naar verder kijken. Misschien zien jullie het niet. En anders, ja, ga ik even kijken of ik er iets aan kan doen. Maar ik kreeg net de layout van de kaartjes binnen. En dat vind ik zo leuk. Er is een kleine kleuraanpassing. En die krijg ik zo weer binnen. En nou, ik neem aan, deze jongen drukt dit al vanaf Sarah de geboorte al onze kaartjes. Dus altijd met de verjaardag. Maar hij heeft ook de geboortekaart, onze trouwkaart, alles gedaan. Dus Sarah wilde graag een ander tintje. En deze was met roze en Sarah wilde met paars. Maar ja, dat is even een kleurtje. Eén tekst aan de voorkant en de achtergrond aan de achterkant veranderen. Dus ja, dat is geen werk, zeg maar. Dus dat is zo wel goed. En dan is de kaart klaar. En dan zou ik hem waarschijnlijk donderdag of vrijdag hebben. Dus overmorgen of de dag daarna. En ik vind het zo leuk. Ik heb echt zin in hem te zien. Ik ga hem dan laten zien. Want ik vind het leuker om hem echt te laten zien van hè, zo is hij af. En gedrukt dan op mijn scherm van mijn telefoon. Hoho. Ik ben nog steeds zo moe vandaag. Ik weet echt nog steeds niet waarom. Nou, al mijn instellingen gedaan, het ziet er nog steeds zo donker uit. Terwijl het is niet heel donker in de kamer. Dus ik weet het ook niet. Oh, ik heb mijn hoofdpijn gekregen. Echt niet normaal. We gingen net nog even tv kijken. Toen ging ik makkelijk naar bed en ik lig echt al heel de tijd. Ik kon me niet echt focussen op de tv. Dus ik ga nu lekker op tijd mijn bed in. Vind ik wel een heel goed idee. Dus ik wil je nog even bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei.